In het nieuwe schaatsseizoen zullen alle wereldrecords verbeterd worden. Dat beweert tenminste de Groningse fabrikant van een nieuw soort klapschaats. Vandaag werd de schaats gepresenteerd in Sappemeer. Terwijl de mussen dood van het dak vallen en niemand aan schaatsen denkt, werd vanmiddag de nieuwste klapschaats getoond. De locatie was in elk geval wel toepasselijk, het schaatsmuseum in Sappemeer. Schaatsbondscoach Gerard Kemkes is net terug van een trainingskamp in Hamar. Zijn schaatsers hebben de schaats getest. De eerste ervaringen wat mij betreft zijn heel erg goed. Het is een stabiele klapschaats wat heel erg belangrijk is. En daarnaast heeft hij de eigenschappen die nodig zijn om optimaal te kunnen presteren. Dat betekent een stukje controle, een stukje gevoel die je in de schaats moet krijgen en die is er. En dat is heel erg belangrijk. De schaats wordt gemaakt in dit gebouw op het Zernikepark in de stad. Nieuw aan de schaats is dat de schaatser zelf de ronding van het ijzer kan instellen. Ook staat het ijzer niet meer midden onder de voet, waardoor de afzethoek groter wordt. Daarnaast kan de schoen op meerdere manieren worden bevestigd en is het veermechanisme aangepast. De schaatser moet in de winkel tussen de 12 en 1500 gulden neertellen voor de allernieuwste klappers. Gok hij dan mee op de toppers of ook op de amateurschaatsers? Nou, hij is in eerste instantie ontwikkeld voor de toppers en met het oog op de Olympische Spelen straks in Salt Lake City. Maar aardig prijzige schaats. Aardig prijzig, maar goed, als je kijkt dat nu de tijden op honderdste van seconden gaan tussen nummer 1, 2 en 3 en dat we met deze schaats een royale voorsprong willen behalen, dan denk ik dat die prijs geen rol speelt. Dit was Noordnieuws van maandag 2 augustus. Straks Noordsport